werkt dan zo'n zwemtoernooi. We zwemmen dus nu de 200 meter rugstart. Het zijn allemaal heren die aan het zwemmen zijn. Alle heren zwemmen bij elkaar en alle dames zwemmen bij elkaar. En vanmiddag zijn de finales. Dan wordt het om het echt. Dan gaat het erom wie wint. En eigenlijk zijn we in de ochtend op zoek naar de 8 snelste zwemmers. Dus iedereen mag een poging doen om de snelste tijd neer te zetten. En de 8 snelste zwemmers komen vanavond in de A-finale bij elkaar. En die strijden dan om de overwinning op deze afstand. Om de nieuwe EQM-kampioen van 2024. Dus vanavond de finales. En dan gaat het er echt om wie wint. Nu gaat het er echt om de tijden. En ervoor te zorgen dat je bij de snelste 8 zwemmers hoort van de afstand. En vanavond dus gaat het echt om de plaatsing en om de finales. Nou, je zag het al, ook in de ochtend telt je tijd. Dus het is een officiële wedstrijd. Dus iedere tijd die gezwommen wordt telt. En dat betekent ook dat je iedere tijd dus een kwalificatietijd uiteindelijk zou kunnen zijn als je het tempo hebt. Jan Seika daar in baan nummer 4 gaat aantikken in 1:59.88 first in heat number 3. It's Jan Seika. He's from Czechia, national team swimmer, and he is first in heat number 3. Official result, heat number 3 is on your screen, and we continue with the final one. It's heat number